Welkom kijkers bij weer een nieuwe video. Vandaag speel ik Gang Beasts. En ik ben dood. Oké. Okay. Dit ging niet zo lekker. Ik start gewoon even een nieuw potje, want dit ging niet zo lekker. Oké, we zijn ook lekker weer met veel mensen. Nou, waarom kan ik niet springen? Oh, dankjewel, ik spring wel. Ja, zo. En hoofdbeuk. Oh shit. Help, laat mij in het water. In het water, uit het water. Waarom spring ik niet? Laat mij los, stommerd. Ha, you're dead. Tja, 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 tja. No. Please. Leave me alone. Oké, nu zit er wel een 4-1. Ik zal het water uitgaan. Verdrinkt. Wat zijn ze aan het doen? Gaan ze ook nog vechten vandaag of blijven ze alleen maar bezig met dit te doen? Oh ja, het wordt nu een gevecht, mooi. Niet in het dood. Ik dacht dat hij zonk. Omdat mijn beeld heel erg naar beneden ging. Maar blijkbaar is hij toch weer levend. Nu is hij wel dood. Oké, hier begon net meteen heel slecht. En nu wil ik wel wat beter beginnen. Maar op die andere kant staat er maar één. Oh, fijn. Ik ben meteen al neer. Ja. Kopstuk. No. No. Leave me alone. No. Stop. Stop. Auw, ik ben dood. Oh nee, ik leef nog. Ja, dood bewusteloos zoals nu. Nu kan ik niets. Oeh.
Hé, hey, wacht. Zijn wij dan de enigste twee? Wacht, dan ga ik het leuker aanpakken. Ja, wij zijn de enigste twee. Oh, nee. Kan ik dat ding oppakken? Ja, ik kan dat ding meenemen. Ja! Hij veert overal heen, joh. Oh. Oh. No, it's 1v1. Nou, het was 1v1. Blijkbaar mag ik daar niet op, dan ga ik hierheen. We weten hoe je klimt. Sommige mensen klimmen gewoon omhoog, maar ik ben alleen niet zo. Kom jij eens mee? Haha, ik heb een wapen. Maar ik had een wapen. Ja. Ja. Oké, dat werkt niet. Oh no. No. Sorry, ik stoor jullie niet meer. Ik ga jullie je gang, maar ik ga hierheen. Doei. Oké. Ik hoef helemaal niets meer uit te leggen, denk ik. Ik denk dat ik al genoeg heb gedaan. Zeg maar, dit was gewoon dom. Ik dacht, ik klim lekker dat bord op. Flikker ik eroverheen. Ik hoef het er alleen maar op. Ik hoef er niet ook nog eens overheen daarna. Nou, stommerd. Nou, iedereen heeft een punt behalve ik. Dan ga ik nu een punt maken. Ja, maar op die zipling kan je niet omhoog komen, want ik weet niet hoe die zo omhoog loopt, zeg maar. Ik heb het echt 10 minuten geleden gekocht, dit spel. Dus ik weet nog niet zoveel. Ik heb even één potje gespeeld zodat ik de controls leerde kennen. Maar dit was dus ook het tweede potje waarmee ik begon. Pak mij niet. Pak lekker diegene achter je. Huh.
Je meet toch niet? Ik ben toch niet... Maar waarom pakte ik niet... Wacht, waar de fuck zit in? Huh? Hangen ze er nou aan? Oh, ze valt er allemaal af. Maar trouwens, ik heb wel een punt, want ik ben blauw. Oh, nee, dat maakt me wel rood. Ah. Oké, laat ik... Nou, waarom pak ik het niet vast? Nou, stom spel. Ik wil erin komen. Wie de oh, daar viel iemand, oké. Nou, goed bij jou, Dan. Dan, it's good by you. Maar ik moet de controles weten. Maar daar hangt ook iemand mooi onder. Ja, zie je, hij klimt ook gewoon omhoog zonder ze te springen. Hij heeft die kabels gehakt. Wow. Oké, dat is serieus slim. Alleen was het wel verstandiger als je op de andere container stond. Nee, ik begin heel kut. Ik begin heel kut. Goed bij. Oh shit. Oh shit. Ik was de kabel aan het losmaken, maar dat lukt nou niet heel goed. Heb ik het gevoel. Nou goed bij een container. En wat ga je nu doen, hè, meneer Paars? Oh, maar ik moet echt die controles weten. Hoe klimmen hun zo omhoog? Dan moet ik echt weten hoe hun dat doen. Ik ben voor It's Grado. En voor you. Oké. Ik was voor It's Grado. Ik vind hem mooier dan die stomme stier. Oké, nu wil ik ook een punt hebben. Maar ik moet die controls even weten. Daar kan ik ook een win maken. Goed bij. Deze map heb ik de eerste keer gespeeld. Ik weet dat hij dit raam kan instaan. Zo. Vluchtroutes, deuren. Oh, ik ga zo stiekem zijn nu. Oh,
Oké, nu begin ik wat meer te begrijpen. Sorry hoor dat ik niet bezig ben met vechten tegen hun, maar ik moet heel veel wat meer begrijpen van dit spel. Ja, pak hem! Pak hem! Ik ga hem op de lopende band gooien, maar dan moet ik eerst zorgen dat hij bewusteloos wordt. Of hij maakt mij bewusteloos. Nou, doe maar joh. Pak ik jou. En daar zeg ik goed bij. Jij bent iets te goed voor mij. Mafie van me, bitch. Kom dan, kom dan. Oh. Oh, komt echt. Oh. Hoe rustig aan, joh. Jij bent echt een stier. Jij bent niet alleen in de game een stier, volgens mij ben jij een echte stier, joh. Jeetje, dat is niet goed hoe wild jij werd. Toen ik jou probeerde bewusteloos te slaan. Maar je moet ook wel wat beter leren slaan. Maar hoe mik je? En hiervoor komt de video online, maar er komt ook episode 3 van Battlefield Hardline online vandaag. Waarschijnlijk vanavond. Of later vanmiddag, dat weet ik nog niet. Kom jij eens hier, meneer met je prullenbak? Oké, dan niet. Ik kan niet eens iemand op de grond gooien. Wauw, dat is wel heel slecht. Nou ja. Oké, kijk dit wel vanaf hier gaat winnen. Nee, dat doe ik niet.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Like, abonneer. En tot de volgende video maar weer. Doei!